Hier in Leeuwarden was het vandaag bewolkt weer, maar ook waterkoud. Andere delen van ons land hadden nog aardig wat zon. Ja, en als je kijkt naar de komende dagen, wel, er verandert niet zoveel. Allereerst naar vanavond en vannacht. Geleidelijk aan vanuit het noordwesten op meer plaatsen regen en lichte regen. Het uiterste zuiden kan het droog houden. De temperaturen 0 tot 4 graden, kans op mist, kans op gladheid, een waarschuwing daarvoor. En de wind die komt uit het westen tot zuidwesten, afnemend zwak of matig. Morgenochtend nog kans op mist, kans op misschien op plaatsen gladheid. Verder een dag met 4 tot 8 graden met de lagere temperaturen in zuidelijk Limburg. En de meeste zon in de kustprovincies. Kijken we naar de wind, die komt morgen uit het westen tot zuidwesten en die is zwak of matig. In de avond en de nacht mist, dichte mist, misschien een graadje vorst. En dat betekent opnieuw kans op gladheid en opnieuw die waarschuwing voor matig of slecht zicht. Daar beginnen we ook mee op donderdagochtend en die mist kan het lang volhouden. Overdag temperaturen 5 tot 8 graden, opnieuw de meeste zon in de kustprovincies. En de wind die komt uit het zuidwesten is zwak of matig. In de avond en nacht nog altijd kans op mist en op gladheid. En dan door naar vrijdag, zaterdag en zondag de vooruitzichten. Droog weer, de zon er geregeld bij overdag en de temperaturen 6 of 7 graden. In de nachten kans op mist, kans op vorst aan de grond en kans op gladheid. Wat mij betreft, morgen meer over het weer. Ontmoet, tot morgen.